VBRO nodigt artiesten uit Vlaanderen en Nederland uit in de Radioclub. Valentino is sinds enige tijd terug in Vlaanderen en vandaag bij VBRO te gast, hier op de stoel. Dag Frank. Dag Rudy. Hoi. Er is wat gebeurd sinds jij terug bent in Vlaanderen. Ik ken jou natuurlijk al vele jaren en ik weet ook hoe jij een beetje in elkaar zit. Dus als je ervoor gaat, dan is het ook compleet, hè? Als ik mijn tanden erin zet, dan ga ik wel tot op het bot, zeg maar. Ja. Ja, inderdaad, ik had mijn visie over wat ik wilde gaan doen. Ik heb altijd een beetje spijt gehad dat destijds die om te zien wegdeemsterde. En al wat erna kwam, daar voelde ik mij niet zo gelukkig bij. Maar ik dacht, nu is het klimaat in Vlaanderen dermate oké voor de muziek. Dat ik dacht, ja, ik ga proberen weer goed aan de bak te komen. En ik wil het op die en die manier doen. Dus met die optiek ben ik teruggekeerd en ben heel blij met de zaken zoals ze nu gaan. Eerst had je die cabrio vorige zomer, dan kwam een bekend telefoonnummer en nu sta je met Sterker dan ooit met een fantastische clip waar nog maar weinig Vlaamse artiesten zich aan kunnen tippen, denk ik zomaar. Dus Frank heeft het weer professioneel aangepakt. Ik was dat verschuldigd aan de Frank die ik vroeger was en die ik altijd wilde blijven en die ik hopelijk nog heel lang kan blijven. Dus ja, we hadden een ideetje wat we wilden gaan doen en ik heb altijd geleerd van de mensen waar ik vroeger veel van kon leren, die mij in het begin van mijn carrière hebben bijgestaan, dat je moet een beetje onderscheiden en weten dat je gaat voor wat je wil bereiken. En met die verstanden ben ik verder gegaan en heb ik er nu inderdaad zo werk van gemaakt dat ik dacht, ja, dat is wat ik wil doen. Ik stap er niet vanaf. En iedereen is er tevreden over. Ik krijg heel veel over de kritieken, dus we zijn goed bezig. De commentaar die bepaalde collega's gaven bij jouw persvoorstelling in Roeselaar, in de bioscoop daar, was van, ja, we kennen Frank eigenlijk natuurlijk ook al lang, we weten hoe hij bezig is, maar met dit nummer zien we hem niet meteen in een feesttent optreden. Wil jij ook een andere kant van Frank Valentino nog eens laten zien? Ja, ik heb altijd een diversiteit aan liedjes gehad en dat is al van in het begin zo. Ik ben begonnen in de Baccarabeker, later de Knokkenkub, dat verhaal is bekend. Big band muziek. En dat stond helemaal haaks, die big band muziek, tegenover wat ik bij Johnny Hoes destijds, in het begin van mijn carrière, op de plaat zette. Het waren twee verschillende werelden. Maar ik heb toen altijd mijn combinatie gemaakt bij het samenstellen van de playlist, bij de optredens. Dat ik zowel dit of het andere deed, dat. En dat doe ik nu ook weer. Ik heb een mooie bloemlezing met het repertoire van zeg maar de jaren 90. De hitjes van destijds, ook nog een beetje wat dat ervoor lag. De huidige nummers. En ik doe er ook een paar dingen tussen die waar ik stevig kan uithalen. Dat is een beetje mijn innerlijke ik die er altijd is blijven leven daar diep binnenin. Dus als artiest wil ik dat wel gaan combineren. Maar Sterker dan ooit is vooral een nummer dat uitstraalt dat ik live wil gaan werken met de live band, waar het nu ook weer mee begonnen is. En ik doe dit nummer zowel in een dansnamiddag of op een stevig gebeuren, heb ik dat als opener. En dat is een opener waar iedereen kan zeggen, ah, Frank zal starten. Ja. Dus daar is hij. Daar is hij. Dat is de bedoeling geweest en ik ben heel trots op dit liedje. Het is een sterk nummer, zoals je zelf ook zingt, Sterker dan ooit. Maar ik vind het dan persoonlijk zo jammer dat die liedjes maar zo'n korte tijd meegaan. Heb jij ook dat gevoel? Dat heb je de dag van vandaag, omdat het allemaal zo snel gaat.
Vroeger was er echt een hele voorbereiding tot de release van de plaat. Dat hebben we nu ook wel gehad. Maar eens de plaat dan uit is, duurt het een tijdje voordat die in de belangstelling komt. En dan moet hij er zo lang mogelijk blijven. Ik heb met de vorige toch een 18 weken ultratop gehaald, nationale hitparade. Ongerekend, dat is 4 maanden. Dat is wel veel. Dat was veel en daar ben ik heel tevreden mee. Als je dat kan doen, dat je dat 3 keer op een jaar doet, om en bij, vind ik 3 platen op een jaar mooi meegenomen. En moet je inderdaad ook niet te veel, te vaak gaan uithalen, want dan duurt het op de duur allemaal heel kort. En dat is natuurlijk jammer, want een plaat, daar werk je aan, daar zijn mensen die aan meewerken. Je bent in de studio, een arrangement, de muzikanten komen erbij, je maakt er een act rond, je maakt er een clip rond. Er komt veel bij kijken, hè? Er komt heel veel bij kijken. Staan de mensen niet altijd bij stil. En het is dan inderdaad jammer als dat zo'n korte tijd maar een kort leven beschoren is. Daarom. Oké. Lente is er al een beetje geweest. De zomer komt er straks aan. Wat ga jij doen komende zomer? Nog naar de zon of gewoon werken? Ik heb geen behoefte aan vakantie in een zonnig landje. Nee. Dat heb je gehad, hè? Ik heb het misschien wel iets te lang gehad. Dus ik kijk er nog niet naar uit. Ik wil wel een keertje Disney weer gaan doen. Nog altijd? Dat zit er nog altijd in en dat zal er altijd blijven inzitten. Een ander pretpark ook. Of een ander happening, een event, dat mag kort zijn. Maar goed, dat zal mijn zomer zijn, afgewisseld met de vele optredens. En thuis gewoon in mijn eigen tuintje. Met Nancy? Met Nancy. En de kinderen. En de vrienden. Ja, daar hou ik van. Dat is de zomer voor Frank Valentino. Binnenkort uitnodiging voor een barbecue bij Frank Valentino? Dat is een stille wenk. We gaan die beantwoorden in de positieve zin. Fijn. Frank Valentino, vandaag onze gast hier bij VBRO. Deze keer vanuit de Ridderzaal in Huis ter Beuze.